Wat hebben jullie hier aan het doen, hè? Benzine, maar in die auto, maar. Wat is er allemaal daar? Maar in de auto, die auto, staat in de braan. In de braan? Wat is dat betekend, hè? Benzine en diesel. Een propaantank, nou, dan moest er direct die tank komen, hè. Wat is er dan? Is dat een oefening of zoiets? Van de oefening, ja. Van de brandweer? Van de brandweer en hey. Van de EHBO en aan de hele volgende. Fennen komt ook. Goed, ook EHBO, brandweer, alles? Nee, alleen brandweer. Van Fennen, anders niet. Maar de EHBO dan, waar komt die dan weg? Die bellen we straks op. Oh, hier gewoon van NAM? Ja, die weten nog niet of ze komt. En wat wil je door doen met? Wil je de boel in de brand steken? Ja, dan moet straks rechtstreeks in die auto, dan steken we die auto in de brand. Die mag weer brand steken. En zitten we echt een slachtoffers in? Ja, dat ook niet. Hè? Nee, dat ook niet. Oh, we zijn ook in de. Dit is hartstikke. Stop. Is dat niet van Rijmink? Van Rijmink, loonwerken. Door die explosie heb één hoek ook vol rook gezet. Ja, dat, kun, ja. Dat is ongevaarlijk, maar je kunt beter hierin, in die grote schuren. Ja. Daar wat poppen in daar. En door die explosie is er bij die auto's een stuk wat auto's op elkaar geknald. Van de schrik. Maar ik zing wel, bent er meer van die grappige Nee, een Lorensgroep is nog niet in veld. Oh ja, nu komt eruit. Waar komt die Lorensgroep weg? IJsselstreek, Deventer. IJsselstreek, Deventer? Ja. Of in het midden van de man komt jullie? Die vliegt met z'n vijf. Vijf. Goeien? Nee, ik zeg. Er is eigenlijk nog geen Ednaar van vandaag. Nee. Drukker was. Het waren geen vuur aan, hè? Dan moeten we hem uit de muur vreten. Dat ben ik ook wel bekend, we zijn geen slachtoffers vragen. Dacht ik, hè? Ja, maar we verantwoord, ja. Ben je vanavond ook weer? Denk wel. Niet benauwd? Nou, wel, die ben Betty. Zal die wat gebeuren, hè? Je bent ook niet bang dat de boel echt in de brand vlucht? Nee, langer niet. Mag toch hier wat gebeuren. Oh, daar ben ik ook nog eventueel slachtoffers dat nodig is. Echte Lotus of jongens, wat is dat? Hè? Echte Lotus patiënt. Afgestudeerd. Toch hè? Zeker weten. Heb je best wel voor gedaan? Ja, zeker weten. Nou, daar heb ik jongens spullen gedaan al op terrein, joh. Ja, een mooi spul niet. Hé? Ja. Oh, maar dat liep goed. Zal maar bij die komen straks. Dat zit er wel in. Als je hebt u wel mooi aan de ruimte, hè? Ja. Heb je jongens twerk bij die af, op het laan nu? Ja. Of straks niet met trekken weer de deur nee, in. Dat is, nu alles is binnen. Ja. Ja. Ah, je wilt de boel een klein beetje hier merken, of niet? Ja. En dan met die volk om de deuren. Ik heb de boel in de brand. Ik ben niet bang dat de brand is gaan de bank komen, hè? Nee. Dat is nog niet zo slim als die al de schuur af. Hoe gaan we beginnen? Een beetje rood. Wat gebeurt hier aan Jan? Je maakt een beetje roog. Hé? Je maakt een beetje roog. En ligt door zogenaamd slachtoffers in? Ja. Met de brandweer eruit aan? Ja, dat was het plan. Oh ja, ja. En hoe werkt dat dan naar binnen? Kom naar binnen. En de bommen gingen ze in zitten of? Nee, ik zag gewoon naar binnen. Oh, dan blaas je zoveel rook. Ja. Is dat niet van de brandweer zelf? Ja. Ja, van een groep ook samen. Hè? Ja. En dan moet je straks zogenaamd de patiënt uit die rook volle ruimte halen. Dat is ongevoorlijk hoor. Dat is een jammer buitenbasis, hè. En wat gaat ze erin? Gaat ze om met perslucht, hè? Ja, hier gaat met perslucht. Met de volle man doet ze, hè? Goed, dat weet ik niet. Heurt ze te doen, dat koos straks kiezen. Ik denk dat er wel, ik denk van NAM een stuk of vieren. En ik denk ook een stuk of vieren van Fenne. Dus man of 18 denk ik, dat ze met perslucht wel in is. Henk, doet ze zoiets ook over zee of niet? Ja, ja toch hè? Ja, en dat bij jullie ook hè? Is bij jullie ook wel die oefening? Ja, ik heb zo'n goede oefening. Ja. Kunt u hier nog eens kijken wat hier in Nam hier? Ja? Dat vind ik wel mooi. Hoe lang ben je nog? Oh, dat is gaaf. Een week of 8. Zo, jullie maken het wel voorste mooi? Ja. Ja. Je wil nog een jankaarde, maar we hebben zo'n jankaarde. Dat wordt de rug van de jaren. Hoe ging dat nu allemaal in zijn werk met die slachtoffers maken?
Ja, dat weet ik niet. Hoe dat geen weet nou? Ja, nee, hoor. Een keer bij onze bloot zijn we komen niet. Ja, de bloot is net goed. Ben dat Bram van, die je hebt? Ja, die maak ik wel, ja. Armen, been. Dat doe je door. Wat voor slachtoffer maak ik nu van uzelf? Slag aan de bloeding. Waar? Aan de pols. Aan de pols. En hebben we dat allemaal gecamoufleerd? Zo jongens, ook weer aanwezig? Ja. Dat liep weer goed, hè? Ja. Ah, dat moet wel omslaan, dat kan niet mis. Maar dan moet je wel wat proberen. Dan moet je maar eens weer aan. Hey, wat met jullie hier? Gaat je doen? Hé? Dat is voor de brandweer. Gaan jullie de melding doen? Ja, laten we dat ding op elkaar pakken. Van een neetje fruit, hè? Doe de sirenes af! Hoeveel bereik heb je met Allard? Kilometer of 30. Zeg, wat is de bedoeling van zo'n auto hier? Dat is een mobiele alarmcentrale. Dat is om de alarmcentrale te ontlasten. Dat is de bedoeling van deze auto. Dus dan komen de mensen die komen hier naartoe en die schreeuwen dat er ergens brand of een ongeval is. En dan geven jullie dat deur. Bij meerdere calamiteiten dan kun je met deze auto die verplaatsen naar de calamiteit. Dus dat is om de AC te ontlasten. Is daar een stuk minder druk. En dan regelt jullie het hier verder. Ja, hier de AC verder niks meer te maken. Mooi, bedankt joh. Die brandweer nu, dat begon zo'n slachtoffers binnen ligt. Dat is toch de hoofdzaak eigenlijk? Ja, maar dat komt hier. Dat weer hier een paar panikshuis. Die moet dat weten, hoor. Mensen, die doet straks niet aan schreeuwen en dat er ook maar volk binnen ligt. Oh, en in die auto staan, ligt er ook slachtoffers of niet? In de auto, de grond liggen ook slachtoffers. Ja. Ja, dat is dan eigenlijk tweede instantie? Tweede instantie. Ja, je moet een half uur aan het werk wel kijken. Door die klap bent er een paar bent er schrokken met vrienden en met op elkaar geklapt. Oh, vandoor dat die auto's door. Ja, vandoor die auto's. Maar dat is dus oorzaak dat er een of andere rookontploffing is geweest. Ja. Wel dan. Ben je er ook niemand?
Ja, daar is nacht over, hè? Sorry. Waar hacht jullie, jongens? Nou, eens kijken, er is nog wat propaan staan, of niet? Nee, gebruik gereed, maar koel met die. Ja? Dat is een verloren goed. Pamina, dat is een paar. Waar is hij, jongens? Oh, jullie schrokken nog van al dat knappen hier. Ja, donders. Dan ben jullie op mijn erf leuk. Maar de vaste in of niet? Ja, ik heb het ook al geprobeerd. Eén kapitein, hier een kast boven. Eén kapitein. Kun je hier ook naar de achterkant in komen met de HV over? Moet dat eerst nog verder toevoegen, hoor. Ja, doe maar. Ik ga een beetje stil hier, hè. En jullie? Help, hoe was er nu daar? Allemaal hem op. Help van hem. Je bent nog een ene weggeslingerd, joh. Ik ken het gewoon niet, maar ik ken het niet. Ben je zo'n ene weggeslingerd? Was niet, maar. Jongen, hoe komt jullie hier allemaal zo? Wat ben je dan voor ongeval? Wat is er eigenlijk gebeurd? Ik heb Klaus hier doorgedreven, joh. Maar hoe is dat gekomen dan? Allemaal glaas, jongen. Allemaal in elkaar vleugd. Kijk nou mijn broers, joh. Oh joh, dit is mijn Josje, hè, joh. Spuit hier op die bussen. Hier, het propaan, dit gaat niet. Oh. Ik wil hem koud. Jo. Hij wil hem koud maken. Henk, we zitten hier in mijn kop vast in die wang. Ik knap je door hem. Wat maak je weer, jong? Wat maak je weer? Heb je weer zo lang van me, jongen?